Dit is inderdaad een bijzondere opdracht. Om eerlijk te zijn, volgens mij ook de natte droom van elke restaurateur. Een middeleeuws praalgraf uit een kapel in Brugge verplaatsen. Daar is deze restaurateur zo enthousiast over. Het praalgraf moet na 538 jaar tijdelijk weg voor restauratie. Jarenlange blootstelling aan vocht heeft veel schade aangericht. De voorbije week is het monument uit elkaar gehaald, beschermd en ingepakt. En vanmorgen was het dan zover, de verhuizing zelf. Het Adornis-domein in het hart van Brugge is al 600 jaar eigendom van dezelfde adellijke familie. In de Jeruzalemkapel is het praalgraf van zakenman, diplomaat en ridder Anselm Adornis en zijn vrouw Margaretha van der Bank klaargemaakt voor vertrek. Vocht heeft de stenen zwaar aangetast, maar ook het goed bedoelde maar foute onderhoud van de zusters die hier tot vrij recent woonden en werkten, liet sporen na. Het typische aan die stenen is als er stukjes van afbraken dat wit kleurde. En vonden de zusters dat niet zo mooi ten opzichte van het zwart van de rest van de steen. Dus namen ze wat schoeblink, schoensmeer, mooi Nederlands. En depten ze gewoon die witte puntjes weg. En als het een wat grotere oppervlakte is, werd het nog eens goed uitgesmeerd. Een praalgraf verhuis je niet zomaar. De deksteen weegt bijna 2 ton en het is millimeterwerk om hem buiten te rijden. Het monument gaat van hier naar een gespecialiseerd atelier om het vochtprobleem grondig aan te pakken. Daarna volgt de restauratie. We hebben eigenlijk gemerkt door het onderzoek dat de schade die er aanwezig is, dat die zeer gestaag opschuift, millimeter per millimeter naar boven toe. En nu zitten we echt op een cruciale fase. Als we nu nog langer gaan wachten, dan gaan al die hele mooie leesbare stukken ook nog helemaal verloren gaan. De restauratie wordt deels betaald met subsidies, maar ook de familie betaalt een groot stuk. Het is een duur project. Het is meer dan 100.000 euro's om dat te restaureren. Onze eerste opdracht is eigenlijk om zo'n belangrijk erfgoed te behouden, te preserveren, conserveren en restaureren als het noodzakelijk is. Dat is eigenlijk mijn eerste missie, mijn eerste opdracht, denk ik. Nu het monument weg is, zal ook de crypte eronder onderzocht worden. Daarin liggen de stoffelijke resten van de familie. In de loop van september volgend jaar zou het gerestaureerde praalgraf terug moeten zijn. Ik heb nog het weerbericht. Vandaag